Jacob van de Velde is deskundig op het gebied van privacy. Het valt hem op dat die van de Amsterdammer steeds minder wordt. Ja, je ziet het op zo'n plek als hier, gewoon vlakbij een station, dat je door hier 1, 2, 3, 4, 5, daar nog een politiecamera, op dat gebouw hangt er eentje. Je wordt zo door 8 camera's gefilmd terwijl je gewoon bij het station loopt. Maar hoe erg is dat? Ja, moet je het willen? Dat is meer de vraag die je moet stellen. Is het gewoon het uitgangspunt is nu dat je overal gefilmd wordt? En dat is gewoon niet waar mensen zich prettig bij voelen. En dat is waar je over moet gaan nadenken en waar ook de gemeente zich mee bezig moet gaan houden. De gemeente onderzoekt nu dus of scanauto's kunnen worden ingezet bij het opsporen van afvaldump en samenscholingen. En het GVB gaat nieuwe beveiligingscamera's installeren in bussen, trams en metro's die beter beeld geven. Ze nemen ook geluid op en voor de trams is dat nieuw. Het betekent denk ik dat zo'n gemeente steeds meer ruimte voor zichzelf gaat creëren. En steeds meer eigenlijk de wet begint op te rekken. En dat is precies waar belangenorganisatie Privacy First zich grote zorgen om maakt. Het gebruik van camera's voor meer doeleinden dan waar ze oorspronkelijk voor zijn opgehangen. Privacy is een klassiek grondrecht van iedere burger. En zonder privacy heb je ook geen vrije democratische samenleving. Privacy houdt ook in het recht op anonimiteit in de openbare ruimte. Dat mensen anoniem en vrij, ongemonitord over straat kunnen gaan, met elkaar kunnen praten, op straat, in het park, in het openbaar vervoer, in openbare gelegenheden, etc. En dat wordt steeds meer aangetast en de vraag is waar dat eindigt. Als het zo doorgaat, dan eindigt Amsterdam in een hele verstikkende stad. De wet is op dit gebied dan ook overtreden. Vorige week bleek dat de politie meekeek met de 53 camera's die kentekens scant bij de milieuzones. Ze gebruikten ze om onder meer voortvluchtige criminelen op te sporen. Volgens Van de Velde moet de gemeente bij nieuwe toezichtsmaatregelen dat eerst juridisch verantwoorden. En terughoudendheid is geboden. Dat je daarvoor misschien een camera op moet hangen die 's avonds filmt als er veel dingen gebeuren. Dat kan je je best voorstellen. Maar dat je dan ook al het geluid op gaat nemen, de hele dag door permanent alles gaat filmen, daar moet je dan gaan afwegen, is dat het wel waard? Bereik je je doel, kan dat niet op een minder ingrijpende manier? En in dit geval moet de gemeente dat wel echt heel erg goed kunnen aantonen.